Ja, maar zij haalt hem ook. Ja, ik ook. Vrouw, hè? Zal ik het zelf doen als ik kijk naar het Wat is hier aan de hand? Nou, de brandweer is bezig aan het proberen paarden die buitendijks lopen op de zomerkade om die nog daar vanaf te halen. Want vanwege het wassende water in de Waal kunnen ze niet meer op eigen gelegenheid af. Wat heeft de brandweer vanmorgen gedaan? Nou, we zijn hier gekomen en we hebben met behulp van de eigenaar, die heeft twee tractoren ingezet met een plattenwagen en een dierenarts erbij. En we proberen de dieren zo nog veilig aan de kant te krijgen. En is dat gelukt? Nee, het is niet gelukt. Het water stijgt te snel op het moment om dat via de weg nog te doen. En we gaan op dit moment een noodbruggetje ergens proberen te bouwen om ze er alsnog af te krijgen. Alles die kant op. Die weg moet helemaal vrij hier. Dus ze moeten te voet die kant op. Nee, ze moeten veel te ver. En hoe is het gegaan? Nou, zoals u waarschijnlijk net heeft kunnen zien, we hebben toch voor de oplossing gekozen om nog een brug
ter plaatse van de coupeuren, dat is de doorbraak die er is, om daar een brug te bouwen met brandweermaterialen. En daar zijn ze uiteindelijk met z'n zes overheen gegaan. Ja. Hoe ging dat in z'n werk? Nou, het viel aanvankelijk nog niet mee, omdat ze toch wel wat wild waren. En paarden hebben graag vaste grond onder de bodem en ze moesten over een brug, dus dat was toch nog wel even spannend.